Ready? Yes, ma'am. Give me your hand. We laten het gewoon ontstaan, hè? Yes, heerlijk. Ik ben erg benieuwd wat je allemaal opbrengt. Heel leuk. Ja, dat komt allemaal uit vanzelf, hè? Laat het gebeuren, ja. Mensen, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering. En vandaag is mijn gast Frans Langekamp. Van harte welkom, Frans. Dank je. Ja. Jij bent een man van heel veel kennis. Jij wilde eigenlijk gewoon weten hoe het leven in elkaar steekt, ja, right? Ja. Kun je zelf een beetje toelichten wie je bent en wat je zo allemaal gedaan hebt? Aha, in het kort. Ja. Want anders hebben we dadelijk een uur opsomming van al die dingen die je hebt gedaan. Oh, nou, ik zal het kort vatten dan, hè. Ja. Het belangrijkste is wel dat ik, toen ik 20 was, dat ik dan heb begonnen te mediteren. Mm-hmm. Want toen voelde ik me meteen een stuk beter. Want ik wilde die studie droppen en zo uitvallen. En toen ging ik dus zoeken naar, want die studie was onbevredigend. Ja. Zo op de universiteit kreeg ik niks over de essentie en over de werkelijkheid te leren. Nee, alleen maar theorieën. Soms theorieën over theorieën en daar liep ik op vast. Hè. Ik wilde de waarheid kennen leren. Ik wilde de werkelijkheid. Adequate kennis over de werkelijkheid. Dat wilde ik als jonge man al. Hè. En dat vond ik dus niet op, niet in natuurkunde heb ik eerst een tijd gestudeerd. En toen ben ik overgezet naar antropologie. Die heb ik dan uiteindelijk ook afgemaakt. Maar ook in die antropologie kreeg ik niks wezenlijks te leren over de mensheid en zo, en over de mens. En, toen liep ik, mijn zus raadde me aan om te gaan mediteren. Het was toen de tijd, de transcendente meditatie was heel populair. Ja. En na een jaar lang tegenstribbelen ging het me zo slecht dat ik denk, nou vooruit, ik ga het toch maar proberen. Ja. En dat werkte bijzonder goed en binnen een paar weken of maanden voel ik me weer erg goed. Heb ik ook de studie weer opgepakt en ben ik toen heel snel en heel goed afgestudeerd. Zo goed als nog in 33 jaar nooit was voorgekomen, zei de professor. Toen zei ik ook meteen, ja, dat komt alleen maar dat ik heb leren mediteren. En toen kwam mijn geest weer op orde. Toen kwam mijn interesse weer terug voor alles en iedereen. Begon ik weer meer te leven, meer op te bloeien. Die vond ik in die meditatie en in die ervaring gewoon van zelfkennis, zelfrealisatie, die innerlijke vrede, kreeg ik al gauw in de smies. Hè? Gewoon als je mediteert ga je van het hoofd in het hart. Hè? Mm-hmm. En dus daar voelde ik wat ik altijd gezocht had. En toen werd ik ook geïnteresseerd in die achtergrond. Maar wat zocht je dan, Frans? Wat vond je dan daar in het hart? Vrede, vrijheid en zelfstandigheid, zelfkennis, zelfvertrouwen, dat soort dingen. En inzicht in mezelf en inzicht in mijn eigen essentie, hè? Want dat is het leukste. Ik ben een willekeurig onderdeeltje van de schepping en als ik mijn essentie heb ervaren, dan weet ik ook wat de essentie is van alles en iedereen. Mm-hmm. Ik ken datgene waardoor al het andere gekend wordt, zeggen de Upanishaden. Hè? Want toen dook ik al gauw in die achtergrond van meditatie, van de TM-techniek, en dat is gewoon die Vedische kennis. En zo kwam ik ook videootjes van Maharishi leerde ik kennen. In Vlodrop zat hij toch? Ja, later. Ik heb toen lang in Vlodrop gewoond en Maharishi kwam daar ook. De laatste 15 jaar van zijn leven heeft hij daar gewoond. Ja. Heeft het ook nooit verlaten. Hij is daar gestorven toch? Ja, hij is daar gestorven in 2008. En al die jaren was ik inderdaad bij hem, onder zijn directe supervisie dan, die Vedische kennis bestudeerd. Mm-hmm. Maharishi was een erg goede man en ook een wijze man. En hij was op de hoogte van zowel die oeroude Vedische wijsheid, maar omdat hij ook zelf natuurkunde gestudeerd had, als jongeman, in Allahabad, heeft hij een master's degree in physics gehaald, daarom wist hij ook wat modern wetenschappelijk en precies systematisch en op een internationale manier denken,
betekent. Hè? Zo, hij kon die oeroude wijsheid op een wetenschappelijke manier, eigenlijk een westerse manier, presenteren. Dus geen zweverige... Nee, absoluut. Nee. Hij was heel bodenstendig, hè? Was ja. Steenbok ascendant. Okay, ik ken zijn horoscoop natuurlijk goed. En dus dat was heel, heel diepgaande, adequate kennis. Precies wat ik zocht en alles wat hij mij vertelde. Ik heb dus 17 jaar lang zijn directe omgeving opgezocht. Daar heb ik ook werkelijk, na 6 jaar in de buurt en gestudeerd te hebben, kreeg ik ook voor het eerst in mijn leven, ik was toen 35 jaar, werkelijk de absolute ervaring van mezelf. Vertel. Ja, dat was leuk. Leuk. Daar spreek ik bijna niet over, maar het is wel de kern van alles wat ik te zeggen heb, is toen ontstaan in 2 uur. Ik lag s'avonds gewoon op bed. Ik was braaf naar bed gegaan om 10 uur. En toen was ik zo relaxed, dat ik voelde van wauw, god, nu ben ik helemaal mezelf. En toen merkte ik, ja maar, ik ben gewoon mezelf. Ik ben gewoon bewustzijn. En dat voelde onbegrensd aan. En absoluut vredig. Voelde ook absoluut aan. En toen wist ik ook dat ik niet Frans Langenkamp ben, maar ik ben dat bewustzijn waardoor Frans Langenkamp leeft. Ja. Ik ben dat bewustzijn dat zich met behulp van dit geest-lichaam-zielsysteem leuk kan uitdrukken. Ja. Ik ben bewustzijn. Ik ben mezelf. Oneindig, onsterfelijk, eeuwig. Ja, onsterfelijk is niet overdreven. Toen werd ik echt bewust van mijn onsterfelijkheid. Dat ik me niet meer identificeerde met dit lichaam, maar met mezelf. Dan zag ik, dit lichaam is alleen maar een prachtig instrument waarmee ik mezelf kan uitdrukken. Het is jouw voertuig. Ja, hier in deze wereld. Ja. Ja. Maar dat ik zelf onbegrensd, eeuwig, onsterfelijk. Ja. Goddelijk wil ik niet zeggen, maar dat komt het wel neer. Dat krijgen we dadelijk. Want dat zijn we allemaal. Onze kern is goddelijk. Ja, precies. Hè? Daarom is het creatief en intelligent. Dat is de bron van onze gedachten. Dat zijn we zelf. Ja. En dus in plaats van alleen maar te denken en te voelen, was ik zo relaxed geworden. Door het mediteren en door een relaxte levensstijl aan te nemen daar. En de ware kennis te bestuderen, die combinatie. Was ik gewoon mezelf geworden. In mezelf afgedaald en... Zo ben mezelf thuis gekomen. Dat is alles wat we hoeven doen. Onszelf te ontmoeten. Ja, precies. Ja, ja, want als je mediteert, dan moet ook niets. Hè? Je leert alleen maar te zijn. Ja. En dat na 6 jaar intensief mediteren, viel ik gewoon, voordat ik er erger had, was ik gewoon bewust geworden van datgene wat de bron van mijn gedacht is. Dat ben ik gewoon zelf. En ja, ik kan daar nog wat nuttigs over zeggen, want het sterkste nog, wat ik toen beleefde is, ja maar, dat wat ik nu ervaar als dat onsterfelijke zelf, is er altijd geweest. En dat ben ik altijd geweest. Ja, ja. En dat zal ik ook altijd blijven. Het was alleen vermengd met die gedachten en gevoelens en waarnemingen en hoop en dit, allerlei mentale dingen, was het mee vermengd. En in die rust zag ik dus aan de ene kant mijn bewustzijn als zodanig, een mooi woord, zuiver bewustzijn kunnen noemen, en zijn producten, de gedachten, gevoelens, en die gingen ook gewoon door. Ik was niet stilgevallen, ik had gewoon voortkabbelende gedachten zoals altijd, maar ik zag ook het onderscheid tussen mezelf en mijn producten. Die gedachten. Je werd dus eigenlijk meer de waarnemer of de toeschouwer? Absoluut. Ik was toen vanuit jouw ware wezen, zeg maar, kon je kijken naar wat ik allemaal blablabla. Ja. En dat is de heel natuurlijke, normale toestand. Hè. Dat was ook de indruk die ik had. Het was allemaal absoluut normaal. Voor het eerst was ik helemaal normaal, ik was helemaal relaxed, helemaal mezelf. Ja, zo voelde ik. En ik lag in een kamer. En ik had de deur niet eens afgesloten. Ik dacht nog bij mezelf, als er nou iemand binnenkomt, ik zal er niet eens over spreken. Maar, want het is zo normaal. Eindelijk ben ik helemaal normaal. En helemaal mezelf. 100% mezelf. Ja.
niet meer geïdentificeerd met mijn gedachten, gevoelens en ook dit lichaam. Was dus zagen een twee niveaus, mezelf en mijn gedachten. Was dus getuige inderdaad van mijn hele persoonlijkheid. Ja. En dat was eigenlijk mijn bevrijdende moment. En het heeft 2 uur aangeduurd. Tot 1:12 ben ik gewoon in slaap gevallen. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, was ik toch weer, tot mijn verbazing, was ik toch weer Frans. En ik moet eerlijk beginnen, die helderheid is ook nooit meer teruggekomen. Nee. Maar die ervaring is zo absoluut, een ervaring van voorbij tijd en ruimte eigenlijk, zo essentieel. Dat verlaat je nooit. Ja, dat vergeet ik nooit. Je hebt het net ook beschreven, zo'n ervaring. Ja. En dus alles wat ik doe en alles wat ik schrijf en ook wat ik spreek en mijn hele beroep is daarop gebaseerd. En mijn hele roeping komt daar vandaan. Ja. Dat ik echt bezield ben om dat iedereen te vertellen van hou op met je druk te maken, met je in te spannen. Met je relax, just be. Vertrouwen op je gewoon je zijn, jezelf te zijn in alle omstandigheden. Ja. Want toen, dat gaat dan ook, als je eenmaal jezelf gevonden hebt, thuis bent gekomen, relaxed bent geworden, jezelf ontmoet, alle dwangmatigheden moeten uit het systeem. Hè? En dan kom je in die... Het gaat moeiteloos. In dat moeiteloze leven terecht. Ja. Dan gaat alles vanzelf. Ja, precies. Dat is een mooie Hollandse uitdrukking. Maar dan sta je ook onder leiding. Je laat je inspireren. Je hebt contact met je wezen. Je hebt dat vertrouwen ook om op die leiding te vertrouwen, waardoor je vanzelf geïnspireerd raakt. Frans, we hebben een beetje een beeld van jou, hè? Ja. Maar een vraag, hè? Je hebt dus die bron, hè? Mezelf. Ja. Dus de meeste mensen geloven wel dat er één God is. Ja. Een bron, is een mooi woord bron. Voor die bron. Ja. Dat is een van de vele woorden daarvoor. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat al die monotheïsten, zou ik maar zeggen, zich zo druk maken over goed en kwaad? Heb jij daar een antwoord op? Ja, het is... Die richten zich dan toch vooral... Kijk, de katholieke kerk, dat gaat je overhalen nemen, weet je wel, en goed en kwaad. Maar die zeggen wel, er is één God. Ja. Misschien kun jij dat een beetje toelichten, want die vraag die laten we eerst maar eens definiëren wat al die religies God noemen. Allah, Shiva, Adonai, Wakantanka, zeggen Shakti de Indianen. En, Shakti en Shiva, Shiva Shakti, Tao, de pagodes spreken ze van Tao. Dat zijn allemaal mooie woorden, concepten, die de mensheid in elke cultuur... Hebben de mensen die ervaring gehad, die wij ook gehad hebben, zijn een paar mensen geweest, of vele mensen. Want het is de meest natuurlijke toestand, dus dat is altijd hebben mensen die ervaring gehad. Mm-hmm. En de meeste van de mensen die deze video zien, zullen dat ook herkennen. Zo'n momenten van innerlijk geluk, innerlijke vrede, innerlijke bevrijding. Dat heeft bijna iedereen wel eens meegemaakt, heb ik gemerkt. Zo, en... Als je daar diep induikt, dan merk je dus dat dat gewoon zuiver bewustzijn is. En wat jouw essentie is. Maar wat ook de essentie van andere mensen is. En ook de essentie van andere dieren en de planten en de sterren en de planeten. Zo, hoe dieper je daarin gaat, hoe meer je realiseert van wauw, dit is niet alleen mijn essentie. Ik ben niks bijzonders. Dat is heel belangrijk. Ik ben eigenlijk in wezen niks bijzonders. Ja. Net als elke golf uniek is. Maar de basis van elke golf is gewoon onbegrensd water. Mm-hmm. Zo zitten wij ook in elkaar. Iedereen is absoluut uniek. Hè? In de ziel is uniek. Het ego is uniek. De geest is uniek. Het lichaam is uniek. Maar het is allemaal gemaakt van hetzelfde spul. En wat is de beste naam van dat spul waaruit alles in iedereen gemaakt is, ontstaan is? Kunnen we het beste het zijn noemen. Eerstens het zijn. Hè? Daar kan niemand iets tegenin brengen, want alles is een zijnsvorm. Hè? Ook de tafel en het glas, het water. Allemaal vormen die het zijn heeft aangenomen. Dus dat zijn moeten we eerst leren
begrijpen dat het zijn niet een leuk woordje is alleen, maar dat het echt bestaat. Dat zijn. Maar dat is for real, zeg je. Dat is for real, het zijn, dat is de uiteindelijke werkelijkheid van alles en iedereen. Okay, ja. Alles is. Ofwel het dus absoluut abstract is. Niemand heeft het zijn ooit gezien met de ogen. Maar je kan het wel ervaren, toch? Je kunt weten dat je het bent. Op het niveau van dat weet dat je het zijn bent, daar is weten en ervaren één geworden. Dan valt het samen. Je weet het dan zeker. Hè? Ja. En dat is ook een ervaring. En dat, als je dat zijn dan beter leert kennen, dan zie je dat het is heel creatief en intelligent, want de hele schepping komt eruit voort. Mm-hmm. Dan kun je ook meteen concluderen dat zijn zichzelf kent, zelfbewust zijn. Daarom noemden onze voorvaderen, die moet ook een flits van inzicht gehad hebben, die spreken toch ook van bewustzijn. Mm-hmm. Bewustzijn. Zo, dat is het dus al een tegenwoordige niets. Boeddha noemde het niets, hè? Shunya, de leegte. Mm-hmm. Maar het is de bron van alles wat bestaat. Hè? De bron van alle energie. En de energie die zet zich om in materie. Er zijn dus eigenlijk maar drie dingen in het hele universum. Dus materie in allerlei soorten en maten. Hè? Mm-hmm. En dan allerlei energieën. Meer oorspronkelijk is energie. Want het is de energie die samengebouwd tot materie wordt. Weet je sinds Einsteins formule, zeker dat. Maar waar komt de energie vandaan? Uit de bron. Wat is die bron? Bewust zijn. Creatief en intelligent zijn is de bron van jou en mij. We zijn in wezen dat bewuste zijn. Waarmee je eigenlijk zegt dat mind is matter. Vroeger kreeg je nog mind is over matter. Kijk, maar nu kun je zeggen dat het bewustzijn de mind creëert is fijnstoffelijke materie. Fijnstoffelijke materie. De mind is een energetisch systeem, zeg maar. Maar het creëert wel de materie, vanuit toch? Energie ontstaat materie. Ja. Dus vanuit onze mind, hoe wij denken, dat manifesteert zich voor onze ogen. Dus je kan dan ook zeggen dat de wereld als het ware een spiegel is van jouw gedachtes, jouw zijn, wat zich qua overtuigingen, emoties, laat zich dat ook een keertje zien, dat spiegelt jouw zijn. Dus de wereld zou je kunnen zeggen dat een spiegel is van jouw zijn, of niet? Ja, maar dan maak je een hele grote sprong, hè. Dat is, jawel, maar. Er zit wel iets waarheids in, hè. Dat is uiteindelijk wel waar de wereld is zoals jij bent, hè. Ja. Want jij bent God in het diepst van je gedachten. Want waar eigenlijk God aan het definiëren. Ja. Wat ze in de kerken God noemen en in de moskeeën Allah, hè, en dan de tempel Shiva. Dat is niks anders als dat kosmische, dat wil zeggen alomtegenwoordige, bewuste zijn. De essentie van jou en mij, van de poes, van de hond en van de hele schepping. Daarom zeggen ze in die religies, God heeft hemel en aarde geschapen. Eerst die fijnstoffelijke wereld, eerst die energetische wereld. Geloof ik dat? Nee, ik weet dat het allemaal ontstaan is. Vanuit die kosmische wil. Hè? Niet een poppetje die dat heeft gedirigeerd, daar geloof ik dus niet in. Hè? Dus, want ik zeg, God is niet zo'n man met een baard, want er zijn duizenden godsbeelden. Hè? Daar moeten we juist de gemeenschappelijke essentie van leren inzien. En wat is dat? Bewustzijn. Bewustzijn is de essentie van al die godsbeelden. Ja, goed. Jij weet ook wel wat van de cursus in wonderen. Ja, een beetje, ja. Maar goed, daar heb je niet zoveel mee, begrijp ik. Ja, ik inderdaad. Ik zie dat als een. Want daar wordt echt heel duidelijk gezegd van God heeft deze wereld niet geschapen. De wereld die je ziet is een product van het ego. Wat jouw lijf en mijn waar lijf. Waar komt dat ego dan vandaan? Waar komt dat lichaam dan vandaan? Ja, dat komt van de gedachte van dat jij los kan staan van de bron of van een ander. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat is een illusie, want in wezen zijn we doordrongen van die bron. We zijn die bron zelf.
En dus dat horen we dan, we worden pas gelukkig als we dat weer beseffen. Dan zijn we uit dat grote misverstand. Ja, zodoende kom je bijvoorbeeld in een lichaam wat symbool staat van jij daar, ik hier. Dus, correctie eventjes, hè. Jij gelooft dus dat God de wereld heeft geschapen? Nee, zo zou ik niet zeggen. Ten eerste geloof ik niks. Ik weet alles, hè. Ik weet gewoon hoe het allemaal in elkaar zit. Nou, de schepping, ja. De schepping en mezelf en jij in de diepte, in essentie. Niet de details van alles en iedereen ken ik natuurlijk niet. Ja. Maar het belangrijkste, de essentiële, wat iedereen hoort te weten over zichzelf en over iedereen, dat ken ik heel erg goed. En ik spreek dan niet zo graag in. Wat is dan de schepping voor jou? De schepping is dat hele, de hele schepping. Dat is de wereld. Kijk, de hele schepping, de hele manifestatie, dat multiversum, hè, er zijn oneindig vele universa eigenlijk, hè, zeggen de kosmologen. Dat is gewoon de spontane manifestatie, uitdrukking van het bewuste zijn. Mm-hmm. En wij zijn zo'n mooie manifestatie van het bewuste zijn, dat we kunnen reflecteren, we kunnen nadenken, maar we kunnen ook mediteren. We zeggen, in contact komen weer met onze essentie. En het leuke is, dat is het mooie van het mens zijn, die vorm is zo perfect geworden, die bestaat dus echt, hè? Dat is geen illusie. Ja, maar wacht even, laten we even afmaken. Die vorm, de menselijke vorm, is zo hoog ontwikkeld, zo complex, maar tegelijkertijd zo geïntegreerd, dat we, als we dat willen, en het kost ook niks, in plaats van de aandacht alleen maar op die buitenwereld te richten, kunnen we voor hetzelfde geld dus de aandacht naar binnen laten vloeien, laten zijn. Ja. Want er zit eigenlijk al van binnen, zelfs daar hoef je niks voor te doen. In de religie noemen we dat bekeren. Keer binnen. Ja, maar dat is ook alweer te veel gezegd, want je hoeft alleen maar je aandacht bij jezelf te laten. Niet zo naar buiten te springen door de ogen en de oren, door de mind. Hè. Mm-hmm. Zijn we altijd betrokken op het hele gebeuren, het objectieve de gebeuren. De hypnose van de wereld, is. Ja. Ja, maar dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar je wordt pas gelukkig in deze wereld van oneindige diversiteit. Hè. Als je die absolute eenheid in jezelf gevonden hebt. Want daar woont ook die vrede en het geluk en de vrijheid die je heel hard nodig hebt. Mm-hmm. Ja, elk wezen wil vrij zijn, hè? Ja. Niet goedschiks dan kwaadschiks. Beginnen ze te schieten en zo te moorden als ze niet vrij kunnen zijn. Hè? Dus iedereen wil vrij zijn. Want dat is een paar van die eigenschappen van dat bewustzijn, is dat het absoluut vrij is, dat het gelukzalig is. Ananda, zeggen ze in de Vedas. Hè? En vrede, ja. Shanti. Hè? En iedereen wil vrede, iedereen wil vrijheid. Iedereen wil die creatieve intelligentie verhogen. Ja. Dat we ons meer van ons vermogen manifesteren. En het kan alleen vervuld worden als we ook de aandacht eens, niet de hele dag, maar zo'n 20 minuutjes kunnen we reserveren om die aandacht naar binnen te laten vloeien. Want daar vind je jezelf het geluk, de liefde, de vrijheid. Ja, liefde ook, juist. Frans, kijk maar dan nog. Hè. Kun jij me dan uitleggen, als ons wezen dat zo verlangt, hè, dus die vrijheid, die liefde. A, hoe komen we op deze planeet terecht? B, hoe komen we in een lichaam terecht? C, waarom zijn zoveel mensen zo verschrikkelijk ongelukkig, depressief, zoveel zelfmoord, zoveel oorlog, we kunnen ziek worden, doodgaan, enzovoorts. Wat is daar dan de point van? Wauw, je stelt de juiste vraag, maar om dat goed uit te leggen heb ik meer dan 2 minuten nodig. Hè? Ja, houd ik geef een hele mond. Nou ja, dat is nog niet genoeg. Om dat uit te leggen... Dat zijn wezenlijke vragen. Wat doen we dan hier als Laat me meteen zeggen, ik heb een... die antwoorden heb ik voor mezelf gevonden in de loop van die 44 jaar dat ik hier intensief mee, fulltime mee bezig ben. En dus die zijn zo belangrijk dat ik die heb samengevat in 33 lessen.
Oké. Okay. En die kun je op mijn website bekijken en ook deels gratis anytime beluisteren. Want het is een luistercursus. Je hoeft alleen maar aan te klikken en te genieten, te herkennen. Kun je nu alvast een tipje van een sluier? Maar goed, ik heb eigenlijk 33 uur nodig om het geheel, al jouw vragen, compleet en bevredigend te beantwoorden. Ik begin pas met vragen, Frans. Ik heb nog een heel lijstje. Dat gaat een leuke dag worden. Maar goed, kijk, de hele man. Het is als. Denk maar aan het beeld. Als we toch in de beeldspraak willen spreken. Hè? Dit Jezus lichaam, maar ik gebruik beeldspraak heel schaars. Maar dit is een mooie beeldspraak, de golf en de oceaan. Mm-hmm. Alles wat een individuele gestalte heeft, hè, zoals jij en ik en de poes en alles wat een vorm heeft aangenomen, is te vergelijken met een golf, een uitstoping van die onbegrensde oceaan. Die uitstolpingen zijn er dus echt. Hè? Dat is geen illusie. Jij en ik bestaan dat is echt. Die even tevoren komt. Wij zijn werkelijk. En die lichamen zijn ook gescheiden van elkaar. Dat zou waanzinnig zijn om te denken, we zijn op het niveau van het lichaam heen. Nee, die golven die zijn gescheiden van elkaar. Dat is for real. Alleen, het lichaam alleen hun is basis. For real. Ja. Ja, en, maar ook die basis. Zonder die basis konden die golven niet bestaan. En die op het niveau van de basis. Op het niveau van de oceaan zelf zijn die golven één en hetzelfde, namelijk water. Mm-hmm. En dat is het zo leuke wat we kunnen doen als mens. Kunnen we doordringen tot onze essentie. We zijn als een golf en we kijken naar binnen. En een vriendelijke golf heeft ons gezegd, hey, kijk eens naar binnen. In plaats van naar dat strand en naar al die bikinis, monokinis. En zo, heel fascinerend, hè? Daar zijn de meeste golven mee bezig, met te genieten en te presteren, groter worden dan die ander, te zorgen dat hun kuif goed zit, hè? De schuimkoppen goed zit. Maar de andere, dan zegt de golf van, kijk eens naar binnen, joh, en vertel me wat je ziet. En dan kijk ik naar binnen en zeg, wow, onpeilbare diepte, ik zie enkel water in alle richtingen. Dan zegt die vriendelijke golf, ja, dat is waar je van gemaakt bent. Dat is jouw essentie. Daaruit bestaan wij allemaal. Dan wordt die golf dus bewust van zijn ware aard, namelijk water. Dat is symbolisch voor bewustzijn. Mm-hmm. In alle esoterische scholen, water betekent bewustzijn. In het tarot en astrologie. Ja. Dus, gevoel toch ook, hè? Gevoelens ook toch? Hè? Nou ja, dat is een eerste manifestatie van bewustzijn is feeling. Hè? Mm-hmm. En dan komen de gedachten, en dan komen de woorden, en de daden, en de vorm. Hè? Zo zijn we allemaal ontstaan. Vanuit dat goddelijke bewustzijn, noem het dan zo. Goddelijk wil gewoon zeggen, het is creatief en intelligent. Op een hele specifieke manier. Het schept vanuit zichzelf. Het schept vanuit niets, creëert alles. Dit alles komt vanuit het niets. Mm-hmm. Dat is heel interessant. Dat is het grote wonder waarin we leven. Dit alles wat echt bestaat, dus het bestaat echt, dat glas en jouw lichaam en alles bestaat echt. En toch is het een hele wonderlijke proces dat al deze dingen gecreëerd heeft vanuit het niets. Dus jij zegt, God is in alles wat ik zie. Dat bewustzijn. Ja? Laten we zeggen, bewustzijn is in alles wat bestaat. En is de essentie en die doordringt alles wat bestaat. Hè? Alles is bezield, zeggen de Indianen ook. En de Veda's zeggen ook dat alles is bezield. Hè? Aarde is bezield, de rotsen, de wolken. Dus hoe komt het dan dat wij mensen overal wat van vinden? Kom ik weer terug naar die dualiteit. Omdat we intelligent zijn. Lieve. Water is goed en wijn is slecht. Roken is slecht. En sommige dingen zijn levensbevorderlijk. Wortels zijn goed voor de ogen en alles. Yes. En sommige dingen zijn levensbevorderlijk. Zoals vitamine, mineralen hebben we nodig. Andere dingen zijn schadelijk, zoals drugs en allerlei dingen zijn schadelijk. Ik heb dat ook nooit. Ik heb er nooit drugs gebruikt. Ook. Ik heb alles gerealiseerd door meditatie en door studie. Doordat het me helder verteld is, heb ik alleen maar ja voor te zeggen, zo zit het. Dat is wat ik zorg. Kun je het zonder drugs
kun je ook de weg naar jezelf vinden. Ja, zeker. Ja. Maar we moeten ons niet afleiden. We hadden het over die... Het oordeel over de schepping probeer ik te vragen. Van oordelen? Als alles, weet je, vanuit de schepping... Goddelijk is. Ja. Het licht, de schepping, de goddelijkheid zit achter elke vorm. En daarna ben ik ervan overtuigd dat, stel je kijkt heel lang naar een aansteker, dan kun je zelfs daar verlicht van worden. Ja, omdat je dan de vorm verdwijnt en het licht blijft over. Ja, maar licht is ook wel, we moeten nog verder kijken dan het licht, hè, Lilian, want licht is ook energie, hè? Mm-hmm. Golfbewegingen. Waar komen de golfbewegingen vandaan? Vanuit de stilte, vanuit de natuurkunde noemt dat de unified field of all the laws of nature, het verenigde veld, dat is gewoon dat niets. Mm-hmm. En dat niets begint in zichzelf te vibreren, net als de golf van de oceaan ontstaat spontaan. De oceaan kan niet stil zitten, je moet dansen, hè, in een soort vreugde, want dat zijn is bliss. Sat Chit Ananda, zeggen de Upanishaden, en ze hebben het bij het rechte eind. Het is zijn, het is bewustzijn en het is gelukzaligheid in ene. Het is zijn en het zijn dat zichzelf kent, dus het is bewustzijn. En doordat het zichzelf kent als oneindig en goddelijk, is het ook blissvol, gelukzalig. Dat is de essentie van alles en iedereen. En als je dat niet weet, dan ben je dus niet in die bliss. Als je je te zeer verliest in die uiterlijkheden, die vormen alleen en de energieën alleen, ja, dan mis je de essentie. Je weet dan niet wie of wat je bent en je weet ook niet wat de ander in wezen is en de poes niet is. En dan kun je niet intens, kun je niet door en door genieten van jezelf, dus dan ben je niet helemaal tevreden, niet helemaal happy, je zit niet lekker in je vel. Je voelt je een beetje gefrustreerd. En depressief en angst. En daaruit volgt dan de angst. En de volgt, sommigen worden dan boos als ze gefrustreerd worden. Andere mensen worden verdrietig. Ja. En zo krijg je de poppen aan het dansen. En dan krijg je het grote misverstand van de meeste mensen. Die nooit geleerd hebben. Want het is maar een foefje. Het is een fluitje van de cent. Dan moet je zo vroeg mogelijk verteld worden van... Kijk eens naar binnen en tell me what you see. Ja. Want anders raak je zo zeer geconditioneerd en krijg je zoveel en software. Gebrainwashed en software. Dat je alleen maar bezig kunt houden met specifieke dingen en bijzondere dingen. En dan ga je op zoek naar hele buitensporige dingen. En dat is dan, en dan sensationele dingen. Ja. Je wil nog sensaties hebben om toch nog gelukkig te zijn. Want je weet niet dat wat jij zoekt, namelijk gelukkig zijn, je wilt vrede, peace of mind, daar is iedereen naar op zoek. Iedereen wil gewoon zichzelf kunnen zijn in alle omstandigheden. Nou, en daarvoor moeten we ons per definitie niet inspannen en niet strijden en ook niet moeite doen. Ja. Dat is allemaal niet nodig. We hoeven alleen maar te leren zijn. Boeddha zei het ook, just be. Just be. En dan zie je, word je vanzelf gelukkig. Ja. En als je jezelf gevonden hebt, dan merk je dat alles vanzelf ontwikkelt. Ja. Frans, kun jij me dan toch nog eens een keertje uitleggen? What is the purpose of life? Waarom? Die is gemakkelijk. Die kan ik in waarom zijn we überhaupt op deze planeet beland? Dat is, volgt hier vanzelf uit. Kijk, die oceaan is een oceaan van geluk. Mm. En die wil zich manifesteren. Die wil dansen in vreugde. Wil dat geluk... wil zich manifesteren. Als jij gelukkig bent, wil je dat je man en jouw kinderen en jouw medemensen en jouw mededieren en planten ook gelukkig zijn. Dat is de aard van het leven. We zijn in wezen dat geluk, dat is onze essentie en dat willen we ervaren ook. Dus de hele bedoeling, de hele ziel en zwek, de hele bedoeling van het leven is dat geluk wat we in wezen zijn, ook zintuigelijk te ervaren en als mens gelukkig te zijn. En als we dat eenmaal ervaren hebben, is een soort, dan ben je heel gelukkig en dan wil je dat ook delen. Dus, want iedereen die gelukkig is, die wil dat zijn medemensen ook gelukkig zijn. En dus het doel van de schepping in één woord is de expansie van geluk. Dat is de reden waarom we überhaupt een vorm hebben aangenomen. Omdat...
die vorm wilde zich uitdrukken. En daarom is die menselijke vorm zo prachtig. Wij kunnen in alle omstandigheden gelukkig zijn. Maar het gebeurt kennelijk zo weinig voor ons. Nee, want je hoeft maar om je heen te kijken. Je ziet met name allerlei polariteiten en stress en aanslagen. En dat is dan de wereld van vandaag. Waarin ik weinig mensen zie die dat geluk, die goddelijkheid representeren of uitbreiden. Ik schenk mezelf aan de wereld vanuit de bron. Ja, je wilt gewoon andere mensen ook gelukkig zien, hè? Ja, maar je hebt natuurlijk toch ook mensen die aanslagen plegen. Voort uit? Die mensen zijn per definitie niet gelukkig. Ja. Mensen, sterker nog, die zijn gestrest, zijn verkrampt. Mm-hmm. En dat gebeurt al heel vroeg, in de baarmoeder al. En zelfs bij de inceptie al, als de ouders gestrest zijn, zeggen de Vedische kennis, dan wordt het kind per definitie ook al gestrest. Want er komt al een gestreste ziel, die er ook genoeg zijn, die komt dan, kan dan op aarde komen. Hè? En dus al die criminaliteit en terreur en oorlog is de natuurlijke, onvermijdelijke uitdrukking van stress. Waar komt die stress dan vandaan? Waarom komt een ziel in een gestrest? Zaadcelletje met conceptie. Als die conceptie niet gestrest was, dan is het later in het leven worden gestrest. Op zijn laatste, als we op de school terechtkomen. Ja. Kun je net een beetje fatsoenlijk uit je woorden komen en dan moet je de hele dag je mond houden en stilzitten. Dat is heel onnatuurlijk en dan begint de kramp. Ja. En dan krijg je allerlei onbelangrijke feiten in jouw hoofd geplant, die je dan van buiten moet leren. Ja. En zo gaat dat besef van de verbondenheid met de bron, jouw essentie, gaat verloren. Wordt systematisch door een verkeerde cultuur, wordt dat gecreëerd. Komt niet uit, je kunt zeggen, het is niet Gods wil direct. Het is de domheid van de mensen die dat voor zichzelf zo verkeerd gestructureerd hebben. En ik heb dus het. Dat is dus inderdaad niet zo slim en niet zo levensbevorderlijk, dus niet ideaal en niet, daarom noemen, kunnen we het zeggen, dus niet zo goed. Al is het zo, het antwoord op je vraag, waarom laat God, zo kunnen ze, al die onzin dan toe? Ja. Hè? Nou, ten eerste omdat hij ons geschapen heeft in zijn voorbeeld, zegt de Bijbel. Gelijkenis. Dat wil zeggen, vrij. God is absoluut vrij. Wij mensen zijn in wezen ook absoluut vrij. Dus dan doen wij ook precies wat we willen. En dat is ook prachtig, zo hoort het ook. Maar als wij niet verbonden zijn, bewust. We zijn altijd verbonden met de bron. We zijn altijd. Je kan de bron niet verlaten. We zijn altijd onszelf. En dat zelf is kosmisch, dat zelf is gelukzalig, dat zelf is goddelijk. Maar als je niet weet wat jij in wezen bent, dan denk je, ik ben dit lichaam. Ja, ik ben die exactly. gedachten, ik ben die emoties, ik ben dat ego. Je valt daarmee samen. Ja, je identificeert je spontaan daarmee. Ja. Dat is de aard van bewustzijn. Alles wat je ervaart, daar associeer je jezelf mee. Ja. En dat zo groeit dat ego. Hè? Dat ego denkt, ik ben het lichaam, ik ben die gedachten, die gevoelens. Ik ben dat beroep wat ik uitoefen. Hè? Dat is allemaal. Is geen illusie, maar dat is gewoon de werkelijkheid die zich zo manifesteert vanuit dat ik-besef, wat iedereen heeft. Mm-hmm. Dat ik-besef is dus goddelijk. Dan moeten we nooit aan gaan zitten tornen. Hè? Dat ik je hoort besef, wel eens dat is het ego. Ja, nee, dat is de kern van het ego, is dat ik-besef. Dat hebben alle mensen, maar ook dieren, een latente vorm, iets minder bewust als mensen. Hebben alle wezens zo'n ik-besef. Dieren hebben dat ook. Ja, ze willen overleven, ze willen zich voortplanten. Dus meer of minder impliciet is elk levend wezen is zich bewust van zijn eigen structuur. En die wil die ook gezond hebben. En wil hebben dat het ontwikkelt. Wil gelukkig zijn. Mm-hmm. En dus dat ik-besef zit in alle van ons. En dat ik-besef is gewoon bewustzijn. Hè? Ik ben. I am. Dat zit vanzelf erin en je wijst dan ook hier, want hier zit het de hartchakra, via het hart kunnen we dat ware zelf ervaren. Hè? Dus je hoeft eigenlijk maar alleen te kijken, wat is de bron van dat ik-gevoel? Wat is de bron van mijn ego? Ik ben niet mijn ego, ik ben mezelf. Ik heb een ego waardoor ik mezelf kan uitdrukken.
Dus als je, dan leer je dus een onderscheid in te zien tussen je lichaam en jezelf, tussen je geest en jezelf, tussen je intellect, je oordeelsvermogen en jezelf, tussen je ik als individu, de ahamkara, je ego en jezelf. Want als je eenmaal jezelf hebt leren kennen, zie je dat je al die mooie dingen, zoals lichaam, geest, intellect, ego, ziel, zijn allemaal niveaus waaruit onze individualiteit bestaat. En het zijn even zoveel organen en niveaus waardoor wij ons kunnen manifesteren. Mm-hmm. Waarin wij ons geluk en onze wijsheid en onze liefde kunnen manifesteren. Ja. En dat is dus de bedoeling van het leven. Daartoe zijn wij op aarde. Om gelukkig te zijn, om steeds gelukkiger te worden, want er is geen eind aan die ontwikkeling. Ik ben ook maar onderweg. Ja. Het is alleen dat als je eenmaal jezelf realiseert, zoals ik net beschreef, hè, en jij ook hebt ervaren, hè, Boeddha ook, toen hij 35 was, had hij dat zelf. Hij noemde dat dan niet Atma. Hij noemde dat een Boeddha-natuur, ontwaakte natuur. Het is allemaal verschillende woorden voor diezelfde ervaring. En als je dat eenmaal, dat is een soort mijlpaal in je ontwikkeling. Ja. Maar dat is het belangrijkste. Boeddha noemde dat nirvana. Ja. Want als je dat hebt bereikt, dan ben je dus helemaal relaxed. Ben je kalm, ontspannen. Kalm en ontspannen, happy, peaceful. Ja. Je bent gelukkig in jezelf en daarom ben je ook liefdevol. Vanzelf. Want geluk is van liefde, waar iedereen ook naar snakt, terecht. Hè? Want alleen liefde kan gelukkig maken. Maar aan de andere kant, als je gelukkig bent, kun je ook pas liefde voelen. Ja. Als je gelukkig bent, dan hou je vanzelf van alles en iedereen. Daarnaast is het niet liefde doen, maar liefde zijn. Ja. Vraag voor ons, wat moeten we met dat ego? Moeten we dat zien als ook iets vanuit de goddelijke bron, zeg jij, half en half? Of moeten we het ontstijgen? Moeten we het verwerpen? Moeten we het onderdrukken? Moeten we het, ja, bedenk doden, maar, doden. Moeten we het bekillen, motherfucker, weet je. Wat moeten we met het ego? Ja, kijk, dat ego is een prachtig onderdeel van het geheel. Hè? Net als het lichaam een onschuldig instrument is ook de mind, hè, dat gedachteorgaan waarmee gedachten geproduceerd worden, gevoelens, geloof, hoop. Laat ik even beschrijven uit welke niveaus wij bestaan. Ja. En daarvan is het ego een godgegeven, prachtig, essentieel onderdeel. Dat is helemaal nieuw. Moeten we, ja, maar dit is de Vedic science. Dit is de oeroude wijsheid. Okay, zo staat het in de Vedas. En de jongens die en de meisjes die anders beweren, blijkt alleen maar dat ze de Vedas niet kennen. Ja. Want dit is gewoon moderne hype. Te zeggen dat het ego slecht ontstegen is. Ontstegen moet ego worden en zo. Ja, ze bedoelen het allemaal goed. Want we moeten gewoon realiseren dat we het ego niet zijn. We hebben een ego. Dat is eigenlijk kort gezegd waar. Ja. Hetzelfde geldt voor het lichaam. We zijn dit lichaam niet, we hebben een lichaam. Okay. Dit is al een hele kwantumsprong in je bewustzijn. Mm-hmm. Ik heb zo 10, 14 jaar voor moeten mediteren. Voordat dat helder werd, hè, dat ik niet mijn lichaam ben. Mm-hmm. Wat ik net beschreef. Maar ook besef je in datzelfde ervaring van onbegrensd bewustzijn. Dat je niet je ego bent. En dat je niet je geest bent. En dat je niet je intellect bent, je oordeelsvermogen. Dat is als je intelligent bent, dan weet je ook juist te oordelen. En dat is een kunst, hè. Oordelen op zich is niet slecht, maar alleen verkeerde oordelen is heel vervelend, hè. Want dat komt dan ook weer van dat ego, right? Nee, wacht, er is niks mis met het ego. Alleen, zoals het, dat zijn die niveaus, dus, hè. We hebben een lichaam. Dat wordt gestuurd door de zintuigen. Mm-hmm. Dat is een ander niveau. Hè? Zonder de zintuigen kunnen we dat lichaam niet besturen. Maar je weet, de zintuigen staan niet op zichzelf. Die worden gestuurd door de mind. Ik denk aan Brigitte en dan kan ik mijn ogen richten op Brigitte. Of ik denk aan Lilian en dan kan ik mijn hele lichaam, mijn hele systeem sturen op basis van de mind. Yeah. Maar de mind staat ook niet op zichzelf. Die handelt, die wordt actief op basis van intellect, besluitvermogen. Ik besluit,
naar jou te kijken. En dan gaat de mind aan jou denken en dan zie ik jou. Hè? Ik besluit astronomie te gaan studeren. Dan kun je je leven lang je mind vullen met astronomie. Mm-hmm. Of je astrologie te studeren, zoals ik gedaan heb toen ik een jaar of 30 was. Dat ik heb besloten astrologie te gaan studeren. En nu zit mijn mind ook vol met kosmische, astrologische constellaties en gegevens. Hè? Dus op basis van jouw besluitvermogen, intellect noemen we dat. Dat is ook het oordeelsvermogen. Hè? Dat wat je wilt, dat besluit je op basis van jouw intellect. Maar het intellect staat ook niet op zichzelf. Die doet alles wat het ik, wat het ego wil. Dus ik besluit. En dat ik denk, ik voel, ik kijk, ik hoor. En ik spreek, ik handel. Dat ego is het centrum van de hele persoonlijkheid. Mm-hmm. Dat ik besef. Dat poppetje. Nou, het is gewoon een bewustzijns... Kijk, je moet het heel diep proberen te begrijpen. Dat ego komt niet uit de lucht vallen. Ja, het is ingeboren. Alle wezens hebben dat. Alle dieren hebben ook een ik besef. Zelfs behoud ook, hè? Komt ook van ego. Ja, voortplanten. Ja, maar nee, dat is de aard van het leven. En het ego is het instrument waardoor het leven zich uit kan drukken. Dus eventjes nog terug te gaan naar het intellect, dat besluit alles op basis van het ego. Want het ego besluit, het ego denkt, het ego kijkt. Het is gewoon, dat ego is dat hele conglomeraat van ervaringen waarmee wij onszelf identificeren. We zijn dit. In de zekere zin zijn we ook het lichaam, we zijn die gedachten, we zijn dat ik-besef. Die zijn er echt en daar kan het bewustzijn, wat we in wezen zijn, mee associëren. Beetje moeilijk misschien de gedachten, maar we kunnen het wel bevatten. Als ik zo zeg, bewustzijn is datgene dat zich associeert en identificeert, vereenzelvigt met wat het ook maar ervaart. Mm-hmm. Ervaar ik als bewustzijn mijn lichaam, dan denk ik, ik ben dit lichaam. Ervaar ik mijn gevoelens, dan denk ik, oh, ik ben dat gevoel, ik voel me goed, ik voel me slecht. Ervaar ik mijn ik-besef, dan denk ik ben mijn ego. Ervaar ik mijn ware zelf, daarvoor moet je heel stil worden, en heel rustig worden, heel relaxed worden, geen moeite meer doen. Ophouden met strijden. Ik hoef niets te doen. Ja, leren niets te doen. Ja. Leren te genieten. Leren te vertrouwen. Ja. En dan kom je terecht in jezelf. En dan ervaart het bewustzijn zichzelf. Bewustzijn wordt zich bewust van wat bewustzijn. Dat is de hele eireten. Ja. En dan heb je dus... Bewustzijn is überhaupt het enige element in de schepping wat überhaupt iets kan ervaren. Mm-hmm. Het bewustzijn ziet door middel van de ogen. Het bewustzijn denkt en voelt door middel van de mind. Het bewustzijn besluit dingen op basis van het intellect, met behulp van het intellect. Het bewustzijn zegt ik en ik kan me manifesteren, ik kan me uitdrukken, ik kan me nuttig maken of iets anders. Met behulp van het ego kan het bewustzijn zich manifesteren. En dat is dus al die niveaus waar we uit bestaan. Dus wat moet er met het ego gebeuren? Het is een vast en een godgegeven onderdeel van het geheel. Als we aan dat ik-besef gaan tornen, worden we schizofreen, borderline, idioot. Gewoon, dat is niet de bedoeling. Maar wat wel het geval is, is dat zoals de lichamen allerlei ziektes kunnen invangen, bijvoorbeeld. En de mind kan ook doordraven. En de mind kan ook ziek worden. Geest is ziek, hè? Daarvoor hebben we de psycholoog, geest kan aangeslagen worden. Frans, wacht even. Wait a minute. Yes. Kijk, de mind bijvoorbeeld, maar ook de gedachten. Gedachten kunnen soms zo overheersend zijn en dominant. Yes. En dat gaat maar de hele tijd in je hoofd door. Yes. Dat had ik vroeger ook, dat heb ik nu godzijdank niet meer. En het is een zegen, zal ik je vertellen. Yes. Maar ik hoor het wel vaker van mensen van, oh, en het gaat maar door, het gaat maar door. En het lijkt alsof je daar aan overgeleverd bent. Ja. Of
ja, ik wil liefdevol zijn, hè, maar ik merk dat ik oordeel, ja. Of dat ik boos word voor het een of het ander, of dat ik dingen doe die ik eigenlijk helemaal niet wil doen. Yes. En dan zijn we toch geneigd om dat te herleiden naar het ego. Ja, dat is de fout. Wat dan ons parten speelt, weet je. Ja, ik begrijp waar het misverstandje vandaan komt. Maar het is beter geanalyseerd, zeggen we het als voor. Die onvrede en het overweldigd worden door gedachten, gevoelens, ja, die onrust en zo, die stress en die krampachtigheden, die zitten gewoon in het systeem. En die zijn een automatisch gevolg van als wij onszelf verloren zijn, als we onszelf vergeten zijn, als we niet meer onszelf zijn in alle omstandigheden, dan raken we vanzelf verkrampt en ongelukkig en dat met alle gevolgen van dien. En dat kan heel extreem worden. En zo kunnen dus aandoeningen optreden. Je wordt dis-ease, hè? Dat is een mooi woord. Ja, wat is zo'n ziekte zo? Je bent niet meer dis-ease, betekent je bent niet meer gemakkelijk. Mm-hmm. Dis-easy, hè? Je voelt je niet meer goed. Je valt dus niet meer samen met jouw ware zelf, met jouw bewustzijn. Je bent je niet meer bewust van jouw ware wezen, zou je kunnen zeggen. Absoluut. En want dat wezen is vredig en gelukkig en liefdevol en wijs. Okay. En dat, als je dat... Daarom hamer ik inderdaad op de zelfrealisatie of die bronrealisatie, jezelf leren ervaren in alle omstandigheden. Want dat kan alleen als het lichaam, geest en intellect en de ego vrij worden van krampen, stress, aandoeningen. Dus in het vertrouwen, in de ontspanning, daar in de overgave. Jarenlang mee bezig zijn om onszelf te helen. Waarom? En de, moeten we daar jarenlang mee bezig zijn? Nou ja, dat is omdat het zo fijn is om steeds meer en meer geheel te worden. Dat is een vreugde. Maar komen we dan ziek de wereld in, zeg je eigenlijk? Ja, tegenwoordig wel. Hè. Dus niet zelf gerealiseerd. Als we zelf gerealiseerd hebben, dan kunnen we andere dingen doen in de wereld. Kijk, het is heel eenvoudig allemaal. Er is niks ingewikkelds aan. Maar het moet één keer goed uitgelegd worden, misschien 10 keer goed uitgelegd worden. En dan zie je, wauw, had ik zelf kunnen bedenken. Zo is het mij. Als je terugkijkt, denk je van, oh, ik daar zo lang over had nagedacht voordat dat kwartje viel. Zodra het kwartje valt, denk je van, vanzelfsprekend. De waarheid is altijd eenvoudig, right? Ja, het is allemaal heel logisch. Liefde, je hoeft eenheid, ook niks te geloven in een irrationele toestand. Nee, religie en wetenschap kunnen helemaal op één lijn vallen. Hè? Als je maar adequate kennis hebt, dan is dat allemaal één geheel. Mm. En dat komt pas als je dus dat als je dat zuiver bewustzijn, dat is de bron van ieders gedachte, dat is de bron van alle creativiteit, de bron van alle intelligentie, daarom is het, en de bron van alle geluk, mm-hmm. en alle vrede, en alle liefde, daarom is het zo oneindig belangrijk om dat zelf te realiseren. Atma va'are, mantavya, srotavya, nididya siddhavya, zeggen de Upanishad. Kozariche. Betekent alleen het zelf. Alleen het zelf is het waard om over na te denken, om over te spreken en om je mee te identificeren. Ja. Want als je dat gelukt hebt, dan ben je vrij van het probleem. Mijn man zegt, met de bron en niets anders. Dus toen ik daarover ging nadenken, dacht ik ook van, ik heb ook 100 boeken gelezen en zo van, als ik deze wortelpak van één met de bron en niets anders, dan kom je voor mijn gevoel tot de kern van alle wijsheid in de wereld. Zo is het. En vooral het laatste is dan belangrijk. Ja. En niets anders. Ja. Ik hou me alleen nog maar hiermee bezig met mijn ware aard. En van daaruit bereik ik mijzelf uit naar de wereld vanuit de liefde van de bron. En ik schenk mijzelf en al wat ik schenk komt ooit bij me terug. En het versterkt en vermeerdert en. That's it. Huh? Dus Paul's advies is precies hetzelfde in zijn woorden van het oeroude Upanishadische advies. Ja.
richt je alleen op de essentie, het atma, betekent ook leven. Atma is adem, hè, leven. Het leven zelf, hè, dat zijn wij in wezen. En het lichaam, geest en ego, ik-systeem is een uitdrukking van leven. Ja. Hè, wij leven omdat wij het leven zelf zijn, die zich in die golf, tijdelijke golf, dit lichaampje, geest, ja, en ook de ziel is niet eeuwig. Het is een verschijningsvorm. Ja, en meer dat, niet, hè? 100 jaar is die lichaam actief, 120 hooguit. En die ziel, dat is interessant, is ook een complete persoon, maar gemaakt van licht. Lichtlichaam, lichtpersoon. Mm-hmm. Goddelijk persoon eigenlijk. Heel licht, heel. En dat kan miljoenen jaren in bevredigend tijd, functioneren, ja, blijven. Ja. Daarom kan het incarneren vele malen. Maar uiteindelijk ben je zo zeer doordrongen van het feit dat je één bent met de bron, dat je dit lichaam ook niet meer nodig hebt. Dan ga je verder in die fijnstoffelijke werelden, de goede en leuke dingen doen. Hè? Mm-hmm. Samen met alle miljarden en andere zielen. Hè? Het leven houdt niet op als het hier op aarde niet meer. Hè? Dan ga je in die fijnstoffelijke werelden zijn veel veelvuldiger, veel groter, veel mooier dan de aarde. Ja. Het leven gaat gewoon verder met hele nuttige en leuke dingen doen. Maar geleidelijk aan in de loop van de eonen word je meer en meer doordrongen van het feit dat je in wezen bewustzijn bent, God bent. Mm-hmm. En dan heb je op een gegeven moment, laat je ook dat fijnstoffelijke lichaam maar schieten, want na een paar miljoen jaar is dat ook een beetje versleten. Ja, en ook hebben we dat ook allemaal gehad. Want je wilt nu wel eens totaal één worden met jezelf, totaal één worden met bliss, die in alles en iedereen tot uitdrukking komt. Bij één met God. Dat is de hele evolutie van de onwetendheid. Kom je in het licht en dan word je steeds meer wijs, steeds meer liefdevol, steeds meer gelukkig. En dan word je weer één met je bron totaal. Maar het leuke is van een menselijk lichaam, dat we ook terwijl we nog hier op aarde leven, ook totaal bewust kunnen zijn van die oneindige essentie, van de bron, van alles en iedereen. Ja, sterker nog Frans, ik heb vaak, dan kijk ik naar iemand en dan verdwijnt de vorm en dan zie ik gewoon het wezen van de mens. Voor een fractie van een seconde, soms twee of drie, soms dan zie ik mezelf helemaal verdwijnen in het licht, met de spiegel bijvoorbeeld. En dan weet ik gewoon, ik ben meer dan een lichaam. Dit lichaam is neutraal. Het is een kanaal, een communicatiekanaal van de bron. Dus spreek door mij. Ja. En dan heb ik even contact met het wezen van mijzelf en ook met jouw wezen. Yes, want jij bent ook gewoon dat lichtwezen en dan ben ik ook. Dus dan is het ook geen afgescheidenheid. Ja. En weet je, ik had nog allerlei vragen over Lilian, over de tijd bestaat niet en over illusie en is het leven een droom en spiritueel gewenst gedrag en wat is geestelijke volwassenheid en hoe beheers je die emoties en gedachten en zijn wij bron en bron? En dat had ik je ook nog allemaal willen vragen. Ja, dit is het golfje aan mijn hand. Ik zou zeggen, kijk eens naar die ABC-cursus. Ja. Het staat voor Absolute Bliss Consciousness. Okay. De essentie van alles en iedereen is Absolute Bliss Consciousness, ABC, van het leven. En daar leg ik al, ik heb precies deze vragen en nog veel meer, rustig en heel helder en stap voor stap uit. In 33 uur. In 33 uur, dan kun je dus maandenlang, één uurtje per week, hè, zondagmorgen, laat je dat in plaats van de kerk, want geloven is niet meer van deze tijd. Dus wij willen weten, hè? Ja. WWW, wij willen weten. Wij worden wakker. Juist. Dat is de nieuwe tijd, hè? De nieuwe boodschap. Want dat wat universeel en eeuwig is, moeten we als zodanig leren begrijpen. Ja. En niet koppelen aan Jezus, niet koppelen aan Mohammed, niet koppelen aan Krishna, niet koppelen aan de Boeddha, niet koppelen aan wie dan ook, aan Maharishi of Osho, wat dan ook. Nee, het is, dat zijn is onpersoonlijk. De bron van neutraal, alle persoonlijkheden. Abstract. Het is abstract, maar je moet het leren zien met je oog van wijsheid. Ja. Want je sterfelijke ogen kun je niet zien.
hoewel het alomtegenwoordig is, omdat het met niets is. Met de visie van binnen, zeg je eigenlijk, hè, nou, het Frans. Zijn, het wordt bewust van zichzelf in ons. We worden dus bewust van ons eigen bewustzijn. Ja. Dat is een bewustzijnsniveau, moeten we leren inschakelen. Voorbij het slapen ervaren we niks. Hè? Dromen beginnen we al die illusoire energetische werelden te zien. Heel leuk, heel creatief, heel entertaining. Hè? En lost ook spanningen op. En dan in de waaktoestand kunnen we al veel meer weer genieten en presteren in deze grofstoffelijke wereld. Die ook echt is, hè? Want het is gemaakt van het absolute bewustzijn. Daarom is het echt. Kijk, je hebt dus die 33 lessen. Daarnaast heb je ook een nieuwsbrief waar je 22 misverstanden rechts zet. Ja. Zeg maar de gezond verstand, spiritualiteit. Waarin je thema's bespreekt als de tijd bestaat niet. Maar ik zeg dat de tijd wel bestaat. Ja, hè? Precies. Ja, ja. Of het is allemaal energie. Of de werkelijkheid bestaat ook niet. Het ja, is al die misverstanden droom. Corrigeer ik daar. Ja. Kijk, dus. Maar dat doe je op een hele mooie, opbouwende manier. Plus, je schrijft dan altijd ronde en zo eenvoudig is het. Ja, je zo. Vaak wel. Ja. Dus wie belangstelling heeft om die brief te ontvangen, kan jou mailen of zo? Nou, je kunt me mailen, maar je kunt ook zelf je opgeven op mijn website www.selfrealization.net. Hoe kan het ook al? Net. Selfrealisation, hè, met een S, Engelse vorm, .net. Daar klik je op de Hollandse vlag en dan kom je op de eerste pagina. En ik heb het ook in Engels en Duits, hè, alles wat ik doe. Wow. En dus heel wat werk. Allemaal gratis, dus allemaal liefdewerk. Waarom doe je allemaal dat dan wel? Ja, ik heb genoeg geld. Je bent ik een rijk hoef man. Het niet te doen voor het geld. Ik ga bijna met pensioen, dan ben ik sowieso rijk man. Wow. 1000 euro, zoiets. Kan ik dik van leven. Dan voel ik me rijk. En dus... het gaat me helemaal niet om het geld. Ik wil dat enthousiasme. Het is erg belangrijk dat iedereen dat inzicht in dat ene. En de tijdloze, universele waarheid die ware voor iedereen zelf. Geldend is. Ja, yes. En voor alle mensen, voor alle tijden, dat moeten we weer leren kennen. Dus we moeten voorbij alle religies, voorbij alle wetenschappen, gewoon die essentie leren kennen. Ons bewustzijn moet zich bewust worden van hoe geweldig het eigenlijk is. Een veld van alle mogelijkheden. Dat ik in ons. Het ik is een veld van alle mogelijkheden. I am, en dat kun je invullen. Ik ben dit, ik ben dat, ik ben... Ja, dat is een veld van alle mogelijkheden. Dat I am is absoluut vrij. Dus als we dat leren kennen, dan voelen we die vrijheid. Dan zijn we pas gelukkig, zijn we in vrede. Dan worden we ook vanzelf liefdevol. Dan gaat het lichaam zich ontstressen. Dat is dan heel proces door die schaduwkanten heen te gaan. Op de cursus leg ik ook uit hè, hoe je met die schaduwkanten, emoties en met negatieve gedachten, hoe je dat op zijn snelst, efficiënt zo kan verwerken. Te doorvoelen, niet te onderdrukken, maar je moet er doorheen. Digesting. Ja, je moet het verwerken en dan ontspannen, vertrouwen. En dan kom je geleidelijk stapjes. Dat kan jaren duren. Ik ben er zelf ook nog steeds onderweg. Maar zoals gezegd, in die lange weg zit dat ene mijlpaal, is die zelfrealisatie. Als je dat eenmaal in de smiezen hebt, hoe geweldig je bent, hè, dan merk je dat alles voor de rest gaat vanzelf. Ja. Vanzelf ontmoet je de juiste mensen, de juiste boeken, de juiste medicijnen. Je laat je leiden. De juiste informatie. Ja. Het gaat allemaal vanzelf. En daarom word je nog meer relaxed. En dan kom je in nog hogere bewustzijnstoestanden. Ja, precies. Nog meer word je... Kijk, want dat zelfrealisatie, dat stel je gelijk met geestelijk word je dan gezond. Met andere woorden zeg jij, zelfrealisatie betekent voor mij tenminste dat ik mij realiseer, dat ik ben zoals God mij heeft geschapen. God of de bron is liefde. Liefde schiet mij als zichzelf. Vreugde schiet mij als zichzelf. Volmaaktheid schiet mij als zichzelf. En dan kom ik uiteindelijk bij de bron. En ik ben één met de bron. Yes. En niets anders. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Frans. Goed gezegd, Lilian. Zo is het en niet anders. En zo is het en niet anders. Frans, ik had nog uren met je kunnen doorpraten. Echt waar. Ik ben helemaal niet
Ik heb me voorbereid en ik ben helemaal niet op dat lijstje. Maar goed, ik hoop dat je nog een keertje terugkomt als je op de reis bent van Duitsland naar Den Bosch of zo. Dus ik had nog zoveel willen vragen, maar ja, oké. Dankjewel Frans voor je komst en wij gaan daar nog een keer kijken van zomer. En u ook hartelijk bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.